massale wereldwijde marketingcampagne van Instagram die moest ouders ertoe aanzetten om beter op hun kinderen te letten op social media. Maar die boodschap, zo blijkt uit onderzoek van BNR's onderzoeksredactie, die slaat helemaal niet aan, hè? Bijna niemand maakt gebruik van die toezichttools, zoals Instagram die noemt. Moederbedrijf Meta gaf er miljoenen aan uit, maar ouders veranderden hun gedrag nauwelijks. Volgens experts is die reclamecampagne dan ook vooral voor de bühne geweest. Screenwashing, zo wordt het ook wel genoemd. Je hoort een bijdrage van onze onderzoeksredactie. Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. De afgelopen maanden kon je de radio moeilijk aanzetten zonder deze spotjes te horen. Advertenties voor de gezinstools van Instagram. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Maar een succes was de campagne niet. Want uit een enquête die BNR samen met scholieren.com deed, blijkt namelijk dat slechts 1 op de 7 tieners ouderlijk toezicht aan heeft staan. En dat was ook al zo voordat Meta miljoenen uitgaf aan deze marketingcampagne. Ina Koning, universitair hoofddocent orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is niet verrast. En dat komt dus omdat het heel veel vraagt van de keuzes van die ouders en van die tieners zelf. Dit laat dus ook zien dat dit niet een manier is om verantwoord sociale media gebruik te bevorderen, te stimuleren. En dat weet Meta. Sociale media zijn niet goed voor de geestelijke gezondheid van jongeren. Dat bleek afgelopen jaren keer op keer uit wetenschappelijk onderzoek. Volgens Koning wil Meta dan ook met de campagne vooral goede sier maken bij groot publiek, zonder echt iets aan het onderliggende probleem te doen. Wij noemen dit zelf eigenlijk screenwashing. En Meta, wat die aan het doen zijn, is dat ze lijken alsof ze heel betrokken zijn, alsof zij ook niet willen dat kinderen veel op Insta zitten, of dat ze hun willen beschermen tegen allerlei risico's. Maar dit is in ieder geval iets waarvan zij ook heel goed weten wat niet werkt. Ouders moeten nu toestemming vragen aan hun kind om toezicht te houden. Dat is de omgekeerde wereld, vindt Koning. Screenwashing vind ik een goede term. Je pakt het niet bij de kern aan. En zolang je dat niet doet, is het dweilen met de kraan open. Ook Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wil dat kinderen onder de 15 geen account kunnen aanmaken zonder een go van hun ouders. Het is eigenlijk een heel goed voorstel. Als je al zegt dat het toezicht moet zijn, waarom maak je dat niet dan standaard, wat misschien met toestemming van de ouder uitgezet kan worden? Ja, dan draai je hem om. De Tweede Kamer sprak zich vorig jaar al uit om zo'n leeftijdsgrens wettelijk vast te leggen. Dus politiek lijkt hier het laatste woord nog niet over gezegd. En dat is Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. Uiteraard hebben we Meta om een reactie gevraagd, maar ondanks herhaalde verzoeken laat dat bedrijf niets van zich horen. We gaan verder met dit verhaal in de reguliere uitzending van morgen. We spreken onder meer met de eerder gequote Ina Koning van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En later vanmiddag spreken we ook met de ChristenUnie-Kamerlid Don Seder.